Voorzitter, dank u wel. Ik zal het nog een keer herhalen. Een hoofddoek in het verkeer is een gevaar voor de samenleving. Vrouwen met een hoofddoek die horen niet, die zien niet. Er moeten minder Marokkanen. Het is strafbaar. Strafbaar wil ik zeggen, richting de heer De Hoop. Voorzitter, dat hier nog een debat voor nodig is. Voor de PvdA, voor GroenLinks, prima. En ik heb ook aan de heer De Hoop de zijde gestaan. Iedere keer als hij richting de microfoon liep, stond ik hier naast hem. Alleen vandaag, voorbijgaan aan een basisrecht. Het feit dat je gewoon mag bestaan in de samenleving. Dat je gewoon iemand mag zijn. En dat hier maar gewoon gesproken wordt over bussen, over treinen. Joh, we hebben het hier potverdomme over mensen die minder, die hier weg moeten. En dan zit je hier over treinen te praten. Ik kon het niet volgen. Voorzitter, sorry dat het me emotioneel wat doet. Misschien komt het ook omdat het... dat ik het direct ook voel. Maar voorzitter, ik kan hier op deze manier niet blijven debatteren hier in deze zaal. Als dit soort uitspraken gedaan worden, dan verwacht ik vanuit het kabinet, die met één mond spreekt, dus het gaat niet alleen om de PVV-ministers hier, dat er opgestaan wordt, net als dat als ze een keer een leus horen die hun niet bevalt, of wat dan ook, met z'n allen richting die microfoon rennen en er wat van vinden. En dat gebeurt nu niet. Dat is wat ik nu constateer. En dat weet de heer De Hoop donders goed. Ja, tot zover.